Ik zat zo, dus ik kon dat niet zien. Dus ik zag dat dan zo verdwijnen. En ik hoorde alleen maar zo. Ja. Bevrijdingsdag, 3:30 's middags. En Marilotte en Nidia, een schrijversduo, zitten op de bank samen te werken totdat... De vlag die daar hangt zo langzaam uit het verdwijnen. Zicht verdwijnen. Ja. En toen dacht ik, oh mijn god, er wordt aan die vlag getrokken. En dat zei ik. En toen rukte jij het raam open. Het ziet er niet vrij uit, nee. Er zit hier ook een scheur. Hier. En zei ik, wat de fuck zit je aan mijn vlag? Op een scooter zat ze. Zaten op een scooter, dus ik denk dat ze op die manier er ook bij konden. Dus op de scooter staan en dan eraan trekken. En toen zei een van die jongens, dit is mijn oude huis. En ik wil niet dat er homo's wonen in mijn oude huis. En dat hakte er vanzelfsprekend nogal in bij de vrouw des huizes. Nou ja, weet je, het is bedreigend als mensen zeggen, we regelen het wel. Want wat bedoel je dan met we regelen het wel, dat hier geen homo woont? Wil je me wegpesten? Ga je iets door mijn raam gooien? Wat is precies, wat bedoel je daarmee te zeggen? Wil je me alleen maar bang maken? Dus dan slaap je niet heel lekker. Nee, dat klopt. En of het iets uitmaakt, maar Nidia is niet eens lesbisch, Marilotte wel. Dat een beetje begon te bezinken, dacht ik wel, oh ja, dit is wel echt naar. Om het ook zo mee te maken, dat je, ja... Dat mensen het niet eens zijn met wie je bent. De vlag hing er sinds vorig jaar uit solidariteit met wat er gebeurde in de studentenflat in Bos en Lommer. Waar regenboogvlaggen in de fik werden gestoken en er daarna ook daadwerkelijk brand in het gebouw uitbrak. Het is niet oké. Er is haat en dat moet stoppen. Ik zou ook graag iedereen willen oproepen om wel zo'n vlag op te hangen. Gewoon straten vol, zodat duidelijk een signaal is van we pikken dit niet. De twee vrouwen hebben aangifte gedaan bij de politie.